ben Erwin Schoering en ik doe de kerstboomverkoop samen met mijn schoonvader. Mijn schoonvader is 77 geworden, dus ik neem het zachtjes aan, neem ik erover. We zijn een paar jaar bezig om over te nemen, dus het gaat de goede kant op. Hij is nog gezond, dus hij werkt nog lekker mee. Dus dat is heel belangrijk, vind ik. Maar nou is het 23 november en dan al volop in de kerstbomen. Ja, de corona, de mensen willen gezelligheid in huis. En ze beginnen al vroeger met de kerstbomen. Van zo'n beetje 14 dagen geleden, maar dan gingen de eerste bomen al weg. En het wordt nu al drukker, dus wij zijn er blij mee. En u werkt nog volop mee, ook al bent u 77? Ja, natuurlijk. Dat houdt je jong. Wat is uw naam? Ik heet Johan. En Johan, mag je de bomen nog met de schop uit de grond halen? Of nou, je een kleintje, dat doe ik nog. En voor de groten heb ik de jongere kerels die dat beter kunnen. Wat vindt u ervan dat mensen nu al een boom zetten? Ik vind het mooi. Hebben de mensen een mooi vertier. Ze moeten toch iets te doen hebben. En hier kunnen ze mooi wandelen in de natuur. Dus wat dat betreft, volop keuze. Hey, wij kopen nu ook de kerstboom om, vanwege corona. We willen het gezellig maken thuis. En dan doen we de Sinterklaas cadeautjes doen we nu al onder de kerstboom. Met chocolade, slagroom erop en een lekkere chocoladeletter erbij. Nou, wat een feest! En ze kunnen hier mooi wandelen. Ze hebben mooie bossen waar ze kunnen lopen. En ze lopen niet allemaal op elkaar. Ze kunnen 1,5 meter, 2 meter afstand houden. En ze kunnen allebei kanten kunnen de bos in. Dus ze kunnen een hele mooie boswandeling maken. Even lekker in de frisse lucht. En voor wat voor bomen kunnen ze bij u terecht? Ze kunnen de Natland, de Koreaan, de Blauwe Amerika, de Konica'tjes. En dat was het zo'n beetje. En hebt u ook meer kerstbomen dan andere jaren? We hebben het aantal kerstbomen is een beetje ongeveer hetzelfde. Maar we hebben een land meer, kunnen we zo rooien. We kunnen zo bijkopen. Wat wilt u de mensen meegeven die nu al een kerstboom kopen? Hoe moeten ze ze verzorgen? Goed water geven. En het beste nou in deze tijd is met kluit. Want het is nog knap vroeg om een gezaagde boom te kopen. Dus het kan wel, maar goed water geven. Noemen ze die in Duitsland en in Oostenrijk. In Duitsland zijn deze meer gevraagd dan hier. Omdat ze dus wat stekelig zijn, is er hier minder vraag naar. Een enkeling vindt dat mooi. Met grootste rast neemt toch de Noordman of de gewone ouderwetse groene of de blauwe. En achter u, daar is een hele groene boom, hè? Welke bedoelt u? Dat is een konica. Ik bedoel eigenlijk die daar, weet je? Dat is de groene. Blauw, ja. De blauwvichtel, dat is de zilverkleurige en de gewone groene. Die zijn in twee kleuren. En hoe mooier de grond, hoe beter de grond, hoe mooier dat ze van kleur worden. Als ik nu geen tuin heb en ik koop toch nu al een boom met een kluit, omdat ik die gezelligheid wil, mag ik hem daarna terugbrengen om hem hier in de grond te zetten? Ja, het is de mogelijkheid om hem terug te brengen, maar er zit alleen geen statiegeld op. U mag hem rustig terugbrengen waar u daar geen plaats voor hebt, dan plant hem hier weer opnieuw. Maar daar is verder geen verhaal meer op dan.